Onlangs werd de warmste februaridag ooit gemeten in Ukkel. En Bart vraagt zich af waarom wordt de gemiddelde temperatuur van ons land gemeten in Ukkel? Is een van de eerste landen ter wereld waar we de temperatuur nauwkeurig zijn gaan bijhouden en voorspellen. En dat dankzij Adolf Quetelet. Quetelet was astronoom en statisticus en heeft ervoor gezorgd dat België in 1827 een sterrenwacht kreeg. De astronomie werd er bestudeerd, maar er werden ook meteorologische waarnemingen uitgevoerd. Hij mat de temperatuur 4 keer per dag en dat was ongebruikelijk voor die tijd. En dankzij hem zijn we een van de eerste landen met zo'n oude en nauwkeurige gegevens over temperatuur. En die sterrenwacht die was hier in Sint-Joost aan de Schaarbeekse Poort. Maar Sint-Joost verstedelijkt en daarom krijgt de sterrenwacht last van de lichtvervuiling, waardoor ze de sterren minder goed kunnen zien. En de bebouwing die houdt de warmte tegen, waardoor de waarnemingen steeds minder accuraat waren. En daarom moest de sterrenwacht in 1890 verhuizen naar het toen nog landelijke en hoger gelegen Ukkel. Ze komen terecht op dit plateau en later splitst de organisatie zich op in de Koninklijke Sterrenwacht, het Instituut voor Ruimte en Aeronomie en het Koninklijk Meteorologisch Instituut, oftewel het KMI. En het zijn zij die hier nog dagelijks ons weer bestuderen en voorspellen. Adolf Quetelet was een van de eerste ter wereld die temperatuurmetingen begon bij te houden. Dat deed hij eerst vanuit Sint-Joost, maar dat begon te verstedelijken, dus later verhuisden ze naar Ukkel. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.